Almachtige eeuwige God, alle bestaande hebt gij in uw beminde Zoon onder één hoofd willen brengen. Hij is de koning van het heelal. Wij bidden u, laat heel de schepping verlost uit de slavernij, uw majesteit dienen en u zonder ophouden hulde brengen. Door ons Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we dan nu gaan luisteren naar de lezing uit de Heilige Schrift. Paternoster, wie es in cenis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dank dat wij gesteund door uw almachtigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Ik hoop dat jullie nog heel lang voor ons mogen blijven zingen.
en deze prachtige klanken tegenwoordig mogen brengen. Dank u wel en ik wens u heel veel succes. En applaus. Ons jubileumjaar bijna ten einde. En dan gaan we het 276e jaar van ons bestaan in. We hebben een heel mooi jubileumjaar gehad. Met vele hoogtepunten. Zoals de tournee door het FON, alle parochies. Onze zang in de Sint-Savaas. Ons concert in Kasteel Amerongen. En vorige maand ons concert hier in de kerk in Mook. Met het dameskoor Con Amore. Met Ineke van der Lee, Ineke Brouwer, piano en dwarsfluit en het Nijmeegs Byzantijns Koor. En wij zijn heel dankbaar dat we dat hebben gekund onder leiding van onze eigen Wil Weijers. Dat mag ik hem best een keer aan bevestigen, die dit jaar 40 jaar dirigent is in Mook. Dat heb ik eind augustus tijdens de kermismis al gemeld. Toen heb ik hem ook een fles met enige inhoud overhandigd. Maar die fles krijgt hij niet nog, maar de aandacht mag hij best nog een keer hebben. Ja? Waarin we ons echt broeders hebben getoond. Namelijk het kerstconcert dat we 17 december 2017 hebben gegeven in Huizen Joachim en Anna in Nijmegen ter ere van een lid van onze broederschap Henk Peters, die daardoor zijn ziekte verbleef. Van een privé optreden voor Henk en zijn familie hebben wij in de kapel een optreden van een uur van gemaakt voor de gehele afdeling De Wingerd. En wat een beleving van de kant van de toehoorders. En ook van ons. En wat een belevenis is dat voor ons geweest. Enige maanden later, begin maart, volgt een dieptepunt, het overlijden van Henk. Tijdens zijn afscheidsdienst hebben we samen met Con Amore gezongen in een doede familie, prima in elkaar gestoken vieren. De afgelopen 25 jaar, kapelaan Kessels had het er straks over, de overleden leden, zijn de volgende leden van de broederschap ons ontvallen. Toon Derks, Tien Poelen, Jan Poelen, Chef Piepenbroek, Frans Piepenbroek, Piet Burghouts, Theo Linders, Jos van Kesteren, Henk Elbers en Henk Peters. We eindigen niet in mineur, want voordat deze viering aanstond met het uitspreken van de zegenwens en nog eens slotlied zal worden afgesloten, wil ik aandacht schenken aan een van onze broeders die dit jaar nog een jubileum viert. Het gaat om Piet Tielemans, met zijn 84 jaar in leeftijd onze oudste zanger. Vergeleken met hem komt zelfs Toon van Dijk, eveneens 84, maar een aantal weken jonger, nog maar net kijken. Voor de goede orde, dat zijn niet mijn woorden, maar die van Piet. De gemiddelde leeftijd van onze broeders bedraagt vandaag, uitgerekend, 76,5 jaar. Gaat dan even niet over de toekomst hebben. En gemiddeld zijn we 23,5 jaar lid. Piet, mag ik je uitnodigen om bij me te komen staan? En Toos, charmante echtgenote van Piet, mag ik je ook uitnodigen om naar hier te komen? Mag ik ze misschien even hier dan, als ik het heet, draaien? Kom ik hiernaast. De doos komt er al bij. Voorzitter, doos. Ja. Piet, je bent één deze dagen 25 jaar lid van onze broederschap. Je bent op 1 december 1992 lid geworden van de broederschap. Direct na het 250-jarig jubileum. En daarvoor willen we jou in het zonnetje zetten en Toos natuurlijk ook. Gezien jouw leeftijd zou je veronderstellen dat je 50 of 60 jaar lid zou zijn. Maar ja, dat is niet zo. Want je bent op relatief hoge leeftijd lid geworden van onze broederschap. Je hebt in jouw jongere jaren, dus voor jouw 59ste, gezongen bij koren van jouw parochie uit jouw jeugd. De Maria Geboortekerk
in Nijmegen onder leiding van de legendarische dirigent Bauer. Met als pastoor de eveneens onvergetelijke Dominicaan, Pater Beckers. En je kunt daar nog steeds geestdriftig over vertellen. En ook over de geweldige reunie die enige jaren geleden van dat koor heeft plaatsgevonden. Dat wil je niet weten. Zei je toen, dat pleeg je wel vaker te zeggen. 25 jaar lid van onze broederschap. In de jaren dat je lid bent, heb je je altijd op formidabele wijze laten horen. Waarbij je het voordeel hebt van een groot bereik van jouw stem. Bij meerstemmige gezangen kun je bij de tenoren en de bassen meezingen. En tijdens nachtmissen stond ik vele jaren naast jou, terwijl jij de tenorpartijen zong. En als je enige oneffenheden bespeurde bij onze bassen, schroomde je niet om de tenoren even in de steek te laten om ons te helpen om de juiste tonen te produceren. En dan geef ik nu graag de kaplaan de gelegenheid om jouw gespeld van de Sint-Gregoriusvereniging behorend bij jouw 25-jarige koorlidmaatschap te overhandigen. Of beter gezegd te bevestigen. Je krijgt zo'n dagspel, maar de kaplaan geeft de voorkeur aan de grote onderscheiding. Handigheid. Voor de foto's en de film. Voor Piet, ja, als hij op maandagavond dan na de repetitie hier en dan gaan wat drinken, dan kijkt Gerda altijd aan als de vrouw staat en dan knikt Piet en dan krijgt hij maar een van de Duitse kruidenbitter. Dank je wel. Kunnen zeggen dat we niet alleen een broederschap, maar een hele grote groep vrienden hebben in deze club. En dat wil ik even zeggen. Dank jullie wel. Oh.